18 tegen Ado Den Haag. Belangrijk duel, met name natuurlijk voor de Hagenaars. Dit is Meric. Komt er niet langs, maar krijgt wel de vrije schop van scheidsrechter Ben Haverkort. En die vrije schop wordt uiteindelijk maar rakelings langs het doel van Cambuur gekopt door de aanvoerder van ADO, Rick Hogendorp. Eerste grote kans dus voor het elftal van Wiljan Vloed. Dat 5 uitduels op rij ongeslagen is. Voor het eerst Cambuur met Juliana. Juliana, moeilijke hoek. De bal verdwijnt uiteindelijk in het zijnet naast Robert Zwinkels, de Haagse doelman. ADO weer. Met een aardige kans voor Hogendorp. En dan uiteindelijk een schot dat net overgaat. De inzet ditmaal van Darryl Janmaat. Aan de andere kant Cambuur. En de goal van Sandor van der Heijden. Omdat de bal door een van de Haagse spelers verlengd wordt. En zo komt Cambuur op een 1-0 voorsprong. Rick Hooiboer geblesseerd natuurlijk. De beenbreuk. Aandachtig toeschouwer. De kans voor ADO om op gelijke hoogte te komen in de tweede helft. De kopstoot van Christian Koem wordt prima uit het doel gehouden door Peter van der Vlag. Dit is Mboua, de man uit Cameroen. Kleinste man op het veld. Rachid El Khalifi geeft aan wat hij van plan is. Bal en het handige overstapje. En Mboua met de 2-0. Ruim een uur gespeeld. De topscorer van Cambuur scoort opnieuw. Is voor de 9e maal succesvol dit seizoen. En daar horen deze danspassen bij, ongetwijfeld. ADO dan in de slotfase. Het wegboksen door Peter van der Vlag. De inzet. En dan handige voetbeweging van Juri Cornelissen. Maar daar zal het bij blijven. Een pijnlijke nederlaag voor ADO Den Haag bij Cambuur in Leeuwarden.